Sugar Bear Hair, Boost Energy Drink of die ene yoga pants. Je hebt ze misschien gezien bij je favoriete influencer en wellicht gekocht. Vandaag ga ik de straat op om te zien of Groningen zich wel eens laat beïnvloeden door zijn of haar favoriete influencer. Kom je mee? Laat jij je wel eens beïnvloeden door influencers? Niet echt. Ja, soms. Ik probeer het niet te doen, maar zeg maar, ik weet dat het niet goed is, maar vooral kleding kijk ik wel vaak naar. Gewoon inspiratie over ja, mijn stijl een beetje uitbreiden. Ja. Ik heb ook Instagram verwijderd van mijn telefoon, dus ik kijk sowieso niet zoveel op social media. Maar misschien nog sommige sporters, gewoon in het voetbal en zo, die inspireren me wel om gewoon mijn best te doen en zo. Ik persoonlijk, ik heb wel Instagram, maar ik volg eigenlijk niet echt veel influencers. Ik volg vooral wel sporters, dus daar kijk ik wel echt naar op. Mensen zoals Roger Federer, Cristiano Ronaldo. Maar influencers, ja, ik vind het altijd, ja, ik weet niet echt wat ze kunnen of zo. Ik twijfel er altijd een beetje aan, dus dan vind ik het niet echt nuttig om ze te volgen. Ik zit wel heel veel op Instagram, dus ik denk onbewust dat mensen best wel veel invloed op mij hebben, op hoe ik denk en wat dan ook. Ik denk het niet eigenlijk. Ik volg wel wat mensen die je zou kunnen zien als influencers, maar ik laat me daar niet zo heel snel door beïnvloeden met als zij reclame maken of iets aanraden ofzo. Nee, ja, ik eigenlijk ook niet bewust, denk ik. Nee, misschien onderbewust, maar ik moet zeggen dat ik ook niet zo'n hele grote fan ben van mensen die hun leven heel erg delen op Instagram en dat echt actief volgen. Dat doe ik niet echt. Heel verschillende influencers. Ik volg wel een aantal ja, meer kunstenaarachtige types, wat meer ook met muziek, ook artiesten volg ik wel. En ook advertenties, denk ik, die tussendoor komen. Ik ook, trek ook best vaak mijn aandacht. Instagram weet best wel goed wat ik leuk vind. Dus ik heb ook wel een paar keer denk ik wel dingen gekocht die op Instagram voor mij kwamen, zeg maar. Qua andere productjes, meer dingetjes voor in huis, planten ook wel, krijg ik veel dingen voor. Dat vind ik ook wel leuk. Vind jij dat influencers overal zomaar reclame voor mogen maken? Nee, ik denk de manier waarop ze het nu doen, dat ze het heel duidelijk zeggen van alles waarvoor de reclame wordt gemaakt, dat beter is. Ja. Kijk, ik snap dat reclame maken is wel, ik snap dat het handig is en dat het ook voor hun een deel is waar hun een inkomen mee maken. Maar het moet wel altijd duidelijk weergegeven zijn. En ik vind wel dat ze een eerlijke mening moeten blijven geven en niet voor merken moeten gaan werken waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn of eigenlijk niet goed vinden, zeg maar. Ik heb gehoord, laten best veel mensen zich beïnvloeden door influencers. Zowel direct als indirect. Het gaat niet alleen om de producten, maar ook over die ideeën en lifestyle. Laat jij je wel eens beïnvloeden? Laat het weten in de reacties. Doei!